Hey, en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. In deze weekvlog ga ik gezellig een nachtje weg met Stan en lekker uit eten. En verder is er tentfeest bij mij in de buurt, dus ben ik veel aan het feesten. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me dan zeker niet te supporten door op de rode knop te klikken. Goedemorgen, het is vandaag maandagochtend. Nieuwe soort van de week. Ik ben helemaal gefliekt, zoals je kan zien. Ik ga namelijk weer foto's maken op kantoor. Dit licht is echt zo afschuwelijk. Mijn haar heb ik lekker volume erin. Ik heb allemaal items, nou bijna allemaal items van Naked aan. Dus ja, waar ik foto's dus voor ga maken. Dus dit is de outfit of the day. Ik vind het echt heel erg leuk. En ja, ik ga nu snel naar beneden koffietje drinken en dan ga ik die meiden ophalen. Nou, we zijn foto's aan het maken. Met een mooie schoenstaartje. Ja. Nijnebel. Nijnebel. Ja, kom maar. Dus je hebt allemaal leuke outfitjes. Maar heb je al wat verteld vanochtend of niet? Ja, ik ben daar nog. Dat je foto's ging maken. Oh, en het is zo lekker. Kijk, dat knapje. Zo lekker weer. Je hebt hier ook helemaal leuk uitzicht. Love it. Eindelijk een beetje normaal weer in Nederland. Ja, zie. Nou, we zijn weer klaar met shooten. We hebben echt fucking leuke foto's gemaakt. Ik heb nu even een outfitje aan van vandaag. Hé, meiden. Nu gaan we naar een museum, Youssef. Oh nee, we gaan ook eten. Jawel, we gaan ook eten. We gaan naar museum. Nou, jongens, het is niet normaal hoe mooi weer het is. Het is echt. Perli. En we gaan nu, hoe heet dat nou? Nee, niet ook. Hoe heet het nou waar we heen gaan? Zeg Bambo. Alleen jij weet het. Oh, restaurant. Ja. Bamboa. José. Joseum. Oh, heet het zo? Ja, wat noem dat? Oh. Joseum. We gaan nu naar Bamboa. Bamboa. Eten. Even halen. Oh, even zitten, we zien wel. Okay, we hebben niet heel lange tijd. Maar waar is het dan? Bij Wieboud? Weesper. Oh, Weesper. Maar wij moeten via Amsterdam. Oh, nou, we zien het wel. Nou, we zitten lekker met de meiden op het terras. Aan het water, bij de Amstel, helemaal gezellig. En zo meteen gaan we dus naar het museum. Hesp. Oh ja, Hesp. Restaurant Hesp. Zo, plezier. Oké, we zijn nu in het museum. Het is echt fucking. Doe ze hoog. Hoe dichtbij? Nou, dat gaat Sarah hoor. Jezus, ja. Nou jongens, we zijn in de ballenbak. Hoe leuk. Hey. Wacht, ik kom even bij jou. Laat mij filmen. Dat snap ik helemaal niet. Waar is Anna? Hier, Lim. Ach, Annie. Anne is helemaal. Ja, waar ben jij? Kijk maar heen. Ja, Saar, leuk. Ik heb een leuk idee. Ga er helemaal in, doe iets hoger. Noem het 3, 2, 1, kom op. 3, 2, 1. Nog een keer. Jij was later. Wat een plan. Oh nee. Oké. 3, 2, 1. Oh, je zag jou niet. Nou. Hij ben helemaal mee. Wij gaan hier telefoon niet bij. Het is inmiddels 9 uur. Ik ben terug van werk al een tijdje. En ik heb mijn kamer opgeruimd. Dat was namelijk één zooi. Ik moet even mijn bed opmaken. En de weekvlog editen van Barcelona. Heel erg leuk. Zin in. Dat wordt weekvlog. Vind ik altijd zo leuk om te editen. En hij is altijd zoveel heimwee krijgen naar die plek waar je zo'n leuke week hebt gehad. In ieder geval, dat heb ik altijd. Maar het is wel leuk, want je herleeft het soort echt opnieuw. Maar goed, dat ga ik nu even doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdagochtend.
Het is 9 uur en ik ga lekker sporten zometeen. Ik heb om 9:30 gereserveerd, dus ik ga lekker een kwartiertje weg. En ja, lekker de dag beginnen. Het is echt vet mooi weer. Dus dat is echt super chill. En ik moet video opnemen, ik moet editen. En dat is het eigenlijk een beetje. Maar het is wel een chill dagje. Nou, ik ben terug van sporten. Was echt super, super chill en lekker. Ik ben echt weer een beetje het aan het oppakken. Heel erg chill. Ik ga nu even douchen, omkleden, opmaken. En dan ga ik een video opnemen. Jongens, het is allemaal al kwart voor 5. Echt de dag vloog voorbij. Ik heb de hele dag gefilmd en geregeld. Ik ben namelijk een cadeau van Anner aan het regelen. Ik ga niet vertellen wat het is. Want misschien ziet ze dit en mag ze niet weten. Ik praat jullie vanavond even bij voor alles. Want ik ben echt slecht aan het vloggen. Het spijt me af. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Vandaag heb ik echt een super leuke dag. Ik ben namelijk uitgenodigd om een nachtje te komen slapen bij het Apollo Hotel. En te komen dineren bij de Harbor Club. Super, super leuk. Ze hebben namelijk een campagne lopen dat ze op zoek zijn naar nieuwe werknemers. En ja, wil je hier meer informatie over vinden, kan je in de beschrijving checken. Er staat www bij werk bij Apollo Hotels of Leonardo Hotels. En dan gaat het echt van bartender tot hostess tot receptionist tot alles. Chef. Dus hartstikke leuk. Ik ga jullie helemaal meenemen in de hele ervaring. Dan kun je een beetje zien hoe het daar aan toe gaat. En ja, misschien wellicht wek ik jouw interesse dat je denkt van goh, lijkt me echt leuk om hier te werken of hier te solliciteren, hier meer te leren. Dus ja, ik zal je nog sowieso wat meer informatie over geven. Maar dan weet je nu een beetje wat de bedoeling is en zijn ervan op de hoogte. Ik heb even snel deze oversized blouse aangetrokken van Naked. Dit is voor totaal niet mijn outfit. Ik heb eronder een zwart leren boekje en ik heb een slof aan. Maar ik ga even veel doen achter mijn laptop. Ik heb namelijk veel te doen. Dus ik ben een beetje druk. Maar het komt goed. Het is inmiddels alweer 12 uur. Ik heb echt veel gedaan voor samenwerkingen. En ik wil me nu eventjes gaan opmaken. Ik heb de weekvlog ingepland. Jezus, mijn haar ziet er niet uit. En mijn coffee lover. En like a next level. Maar goed, jezus, dat haar. Ik heb dus die Batiste styling spray wat extra volume geeft. Nou, ik kan je één ding zeggen. Het geeft een hoop volume. Holy guacamole. Nee, ik moet hem even opmaken, dan ziet het er al wat beter uit. Maar goed, het is echt vet mooi weer. Dus ik denk wel dat ik gewoon dit aangehouden. En dan een ander leuk jurkje voor vanavond uit eten. We mogen vanaf 3 uur namelijk inchecken bij het hotel. En wat ik ben vergeten te zeggen is iets heel erg leuks. Apollo en Leonardo, de Apollo en Leonardo Hotels hebben namelijk iets vet leuks voor de werknemers. Ze zoeken vooral werknemers die passie hebben voor de horeca. Misschien een achtergrond hebben in de kokschool of in de horeca. Misschien een achtergrond hebben in de hotel of kokschool. En wat dus het vette is. Ze hebben namelijk een arbeidsvoorwaarde als jij komt werken. Dat jij een gratis overnachting krijgt in een van de hotels met een ontbijt. En gedurende je gehele carrière kunnen jij en je vrienden gebruik maken van 30 tot 50% korting op alle hotels. En franchisers zoals de Harbor Club, Floor 17. Dat is echt een ziek mooi... noem dat dakterras, skybar. Daarnaast bieden ze hele goede zorg- en schadeverzekeringen aan. En geven ze een goede reiskostenvoorziening. Ligt aan welke functie je hebt, maar bij sommige functies geven ze jezelf een leaseauto, een telefoon van de zaak of een laptop. Dus de arbeidsvoorwaarden zijn echt ideaal. Ik zou er gewoon bijna gaan werken. Het is dat ik een influencer ben en dit mijn werk is. Nou jongens, we zijn aangekomen in het hotel. Ik ben net ingecheckt. Ik heb een kamer 240. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er is echt een mooie view over het water. Dus ik ben benieuwd. Nou guys, we zijn in de kamer. Het is echt een ziek mooie kamer. We hebben dus een mooi uitzicht op het water. Dit is de room.
echt ziek mooi. En we hebben zo'n lekker view op het water. Echt super mooi. Echt love it. Heel erg leuk. En we gaan dus ook dineren bij de harbor. Om 7 uur. So I like it. Nou jongens, we hadden net even lekker een koffietje buiten gedaan. Buiten in ieder geval, geen van de straat op een rondje lopen, koffie gedaan. Ik heb nu een beetje opnieuw opgemaakt. Ik heb dit super leuke jurkje aan van de Mango. En deze mooie fliekie hakken eronder. En we gaan dus nu naar beneden. In het Apollo Hotel zit ook de Harbor Club. Dus daar gaan we lekker eten. Super veel zin in. Echt, ik heb zo onwijs veel honger. Dus we gaan lekker genieten. En ik ga het of course filmen. Dus laten we gaan. Want we zijn nog net op tijd als we nu gaan. Oh jongens, we hebben het eerste gerechtje. Dat zijn tonijn tacos. Echt super lekker. We zien echt heerlijk lekker flesje wijn. Heerlijk. Oh jongens, ik ga helemaal dood van de lekkerheid. We hebben zo'n crunch en een garnaal. Heerlijk, jongen. Oh jongens, wat een leven. Lekker stukje vlees nog. Helemaal verwend hier, joh. Oh, wacht. Ik moet 100 filmpjes maken, ja. Dus ja. Lekker. Goedemorgen. Zonder zorgen. We zijn lekker wakker geworden. Ik heb me even gedoucht. Ik heb niet meer gewassen, want het zag er niet uit. Ik heb dit leuke outfitje aan. Blouse van de Mango. Een broek van Naked. We gaan nu even snel naar het ontbijt. We hebben nog een uur om lekker te ontbijten. Snel naar het ontbijtbuffet. Zo chill. Het weer is alleen niet zo mooi. Dat is wel jammer. Maar goed. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Nou jongens, we zitten nu bij de bushalte. Het was echt zo ontzettend leuk. Echt niet normaal. Dus nou, we gaan nu weer naar huis. Maar ja, ben je dus geïnteresseerd om ja, te werken bij een Apollo Hotel of bij de Harbor Club. Dus we zoeken echt op alle soorten fronten personeel. Hele goede arbeidsvoorwaarden. Dus ja, ik zou zeker een kijkje nemen. Linkje staat in de beschrijving. Wil je er meer over weten. En als je niet dat werken komt dan zeker lach je dan langs, want het was echt heel erg leuk en super lekker gegeten. Nou jongens, het is inmiddels alweer avond. Ik heb echt super lang niet gevlogd. Ik ben hier met mijn lieverd op de camera. We zijn dus, wat heet je mooi? Weet ik niet. Waar ik dus woon is nu kermis en tentfeest. En ik ben helemaal geen Ik ben helemaal geen tentfeest team, maar wel bij mij in het dorp. Fucking leuk. Zijn het tegelijk, fucking leuk. Het is gewoon ook fucking mooi. Dus dit is lekker helemaal Nina. Zo, kijk hoe druk mijn auto is. Zo. Mensen zitten hier, Nina, Isabel en zo zitten in de police. In de wat? Police. Ja. Gaan we weer op zijn. Zijn er al de police? Police. Ja. Ik heb nog nooit gehoord. Hoe is het dan? Colombana! Oh, Copacabana. Nee, dat is het ook niet. Octopus. Ja, octopus, Colin. Boeien, nobody cares. En we gaan zo meteen de tent in. Helemaal leuk. Thank you.
Goedemorgen. Nou, wij hebben echt een tering. Nou, het valt wel mee hoe kater, maar ik voel me gewoon kut. Kijk hoe ik erbij loop. We zijn dus in Hoofddorp. Want, we hebben morgen 21 dinner van Abby. Dus we moeten even kleding fixen. Ja, Nina moet even een leuk jurkje bij de zaal ophalen. Maar we waren er al. Het waren we de tas vergeten. Ja, ik moet ruilen. Ik heb verkeerde maat. Dus... Ja, dit is zo dom weer. We zijn ook echt als een kip tot de kop overal. We gaan ook even wat eten. Want ik ga helemaal dood. Ik val flauw. Ja, we hebben nog niet gegeten. Jees. Alleen een koffietje. Ja. Nee, ik loop hier rond, dus gewoon... Het is echt niet te bizar, nee. Nou, ik ben bij Isabel. Dus dat zijn ze ook niet overleggen of zo. Nee, ja, als ik vlog, dan heb je 100% slagingskans dat er heen gaat. 100%. Maar ja, het is alweer avond. Ik heb echt alleen maar gevlogd naar overdag. Maar het is dus weer tent. Feest vanavond. Zit bij Isabel weer lekker een wijntje te doen. Helemaal leuk. Ik ben weer met mijn info. Maar het is echt niet scherp. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Het is gewoon zaterdag, het moest even lang duren. Ik ben weer klaargemaakt. Stan had me gisteren opgehaald bij de tentfeest. Toen zijn we hier gaan slapen. Hij is nu hier op de voetbal, want zijn team moet spelen. Hij kan alleen zelf niet, want hij heeft een geknusde enkel. Ik ga nu naar Isabel. Ik ga Isabel ophalen, gaan even naar de kermis, even een muntje schuiven. En gewoon even over de kermis lopen, gewoon gezellig. En dan even naar het voetbal. En ja, ik heb nu dit aan. Jas van Naked, topje van Shein, broek van H&M, schoenen van Naked. Tasje van, geen idee, van Shein. Ik heb geen idee. Ik loop echt zo raar te vloggen deze week, want ik heb elke keer een kater, dan ben ik dronken en heb ik een kater en ben ik weer dronken. Dus I'm so sorry for that. Vanavond heb ik de 21 dinner van Annie. En het thema is dat je één kleur gaat, dus ik heb deze superleuke roze jurk met deze roze hakken. Heel erg leuk. En ja, daar heb ik echt niet normaal veel zin in. Dat wordt zo fucking leuk. Nou guys, ik ben helemaal ready. Ik heb zelfs roze oogschaduw op. Ik ga dus helemaal in het roze wat het thema was. Ik maak het je. Film mij eens. Hè? Helemaal. Film mij filmen. Dat je mijn hele outfit ziet. Hij staat al aan. Leuk roze jurkje en dan roze. Ja, je moet verder naar achter. Of moet je anders zo filmen dan? Nee. Gewoon zo zie je mij nu. Ja. Dan ook gewoon even omlaag ermee. Deze ja, maar het is een beetje licht is het, een soort licht. Oh. En nu? Ja, dat is beter. Verder naar achter. Zie je het nu al? Ja, moeilijk. Dus het was scherp. Nou jongens, ik heb dit leuke roze jurkje aan, deze hakjes en ja, ik heb roze nagels, roze ogen. En Nina die komt me nu ophalen, dus helemaal top.
Oh, we zijn op het 21 dinner van Annie. En het is zo leuk. Iedereen is helemaal dus in een kleurtje. Helemaal gezellig. En we hebben zo lekker eten. Oh, love it. Ik die camera even kijken. Free, je bent hartstikke knap, hou je mail. Ligt je nou op? Ja. Niet. Oh, we zijn zo lekker aan het eten. Het is niet normaal, jongens. Kijk hoe dit eruit ziet. Het is amazing. Oeh. Oh my god. Jongens, het is niet normaal. Echt. Wat een 10-1. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Laatste dag tentfeest. En deze keer is het de laatste dag op zondag is het overdag. Tot 9. Het is nu 4:30, dus we zijn onderweg. Met Stan ben ik. Half 6. Is het 6? 5 uur al. Is het 5 uur? Godverdomme. Oh, de tijd gaat veel te snel. Nou, het 21 dinner van Anne was echt ontzettend leuk. Was echt niet normaal. En ja, we gaan dus nu naar de tent. Je is gewoon buiten adem. Ik ben gewoon buiten adem. Omdat ik een stukje moet lopen. Nou. Wat dat betekent? Dat betekent niet veel goed. En dan is het alweer maandagavond. Gisteren was zo leuk in de tent en ik was echt weer finaal eraf. Vandaag heb ik gewerkt, echt gewoon geen klote gedaan. En de avond ben ik super productief geweest, want ik had vandaag video geëdit. Maar toen heb ik echt mijn hele mailbox beantwoord. En factuur uitgestuurd en mijn kamer opgeruimd en stof gezogen. Het is nu bijna 11 uur, dus ik wil eigenlijk een beetje naar bed gaan. Ja, ik hoop dat je eigenlijk een hele leuke weekvlog vond. Het was een nogal chaotische weekvlog door dat gefeest en gezuip. Nu ben ik er ook weer echt een soort helemaal klaar mee. Je hele ritme gaat gewoon weg. Echt, oh, wat een vreselijke week eigenlijk. Ik heb gewoon niks goed kunnen doen. Maar goed. Ik had die video wel leuk vonden, dus vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ik wil je ook vragen om op mijn kanaal te abonneren en me te supporten door op die rode knop te klikken. Vergeet ook niet de notificatiebel aan te zetten. Blijf namelijk altijd op de hoogte van mijn video's. Ben een beetje schor van de stand, sorry. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram, dus @sarahvoert, stalk your girl, do whatever you want. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Dus dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei.